Goed, in dit filmpje zijn we ingelogd en kijken we naar de gemeentepagina. Er zijn een paar basisinstellingen die je zeker moet nagaan. De eerste keer wanneer je inlogt met jouw account. We zien hierboven nu een extra menu verschijnen. Hier rechts ook een extra menu. Wat er niet staat als we niet ingelogd zijn, willen we gaan kijken bij bewerken. Dat is de eerste plaats waar een paar dingen gecontroleerd moeten worden. Het gaat dan om hier onderaan het aantal behaalde sterren. Moet je juist instellen en het juiste aantal behaalde criteria ook instellen. En een laatste zaak is hier de datum van toetreding. Dat is eigenlijk de datum waarop jullie gestart zijn met de Fairtrade-campagne. Die drie zaken nakijken, veranderen eventueel en zeker niet vergeten onderaan op het knopje opslaan te klikken om de wijzigingen door te geven aan de website. Voilà, we krijgen ook een berichtje dat er een bijwerking gebeurd is, dus dat is in orde. Een tweede plaats waar je zeker eens moet gaan kijken is bij de instellingen. Hier vind je een getal dat overeenstemt met 25% van de bevolking in jouw gemeente. Dus stel dat jouw gemeente 10.000 inwoners heeft, dan vul je hierin 2.500. Dit getal wordt door de website gebruikt om de fantellers op je gemeentelijke startpagina juist weer te geven. Daarnaast moet je hier een mailadres invullen voor de gemeentepagina. Dat kan van een trekker zijn, van de voorzitter van de trekkersgroep, of van, of indien jullie dat hebben, een specifiek mailadres voor de Fairtrade gemeente trekkersgroep. En dan nog één zaak, hier onderaan kan je een Facebook-link ingeven, zoals Herend hier gedaan heeft, een Twitter-link en eventueel ook een Google-link. Als jullie die niet hebben, gewoon leeg laten. Ook hier weer niet vergeten op de knop instellingen opslaan te klikken om de wijziging op te slaan. Zo, belangrijke zaken om te checken de eerste keer wanneer je inlogt op jouw account.